Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 4 van Custom Maps. En ik heb echt zin om te spelen, want ik vind het een ontzettend leuke map van Crash Bandicoot. En ik heb hier beneden wat gevonden. Oh wauw. 32 appeltjes, nou dat hadden we eigenlijk wel nodig. En nog een keer 32 appeltjes. Nou, dan kon je net zo goed een hele stack gelijk erin doen. Maar goed. We hebben appeltjes, dus we kunnen niet meer dood. Nou ja, we kunnen wel dood natuurlijk. Ik ben vaak genoeg gevallen in deze map. Maar deze map is geïnspireerd op Crash Bandicoot 1. Een heel erg bekend spel. En ik heb het gevoel dat we nu naar het level gaan dat we hoog in de wolken zitten. En dat we dan moeten springen over een brug. Ik heb het gevoel dat dat er nu aankomt. We hebben net de ruïnes gehad. En die ruïnes, daar komt dat level erna. Dat weet ik uit mijn hoofd. Als het goed is, denk ik dat dit wel dat level is. Ja, Road to Nowhere. Yes, dat was de map. En waarom is dit? Oh, dan kan ik via de zijkant. Het is eigenlijk wat cheaten, wat ik nu doe. Dat kunnen we eigenlijk niet maken, denk ik. Nee, oké, we gaan gewoon het gewoon doen, zo. Ook grappig dat er allemaal... Kijk, hier liggen sneeuwlagen. Ik weet niet of ik er doorheen kan vallen. Oh. Ik weet niet of... Kunnen we dat doen? Oh my god, ben ik helemaal... En we zijn terug en ik heb heel dat stuk overnieuw moeten doen. Trammels. Misschien is het trouwens anders. Zoals je aan mijn pootjes had gezien, aan mijn armpie. Het armpie is namelijk een slot. Maar laten we nou niet gek gaan doen, laten we nu niet gaan vallen. En laten we nou concentreren op het feit dat we hier niet vanaf pleuren. In de afgrond. Kijk, dit vind ik echt vreselijk irritant. Kunnen we hier niet iets voor maken? Even kijken, hoe gaan we dit fixen? Ik ga gewoon die jump halen. Ja. Zo kan het ook. Hoort dat glas er wel? Ik heb het gevoel dat het glas... Nee! Oh. Dit is echt vreselijk irritant. Het is gewoon... Ja, je moet gewoon een beetje kunnen jumpen, denk ik. En leuk van die torentjes ook. Dat hebben ze best wel leuk gedaan met de detail en zo. Er zit wel degelijk detail in deze map. Vet. Ah, ik doe het nog best wel goed, joh. Toch? Zonder, waarom zijn die stomme ladders daar? Ik snap dat niet. Ik heb jullie niet nodig, stomme ladders. Nee! Oh, fuck! Net te laat. Oh, bijna. Wat zien we daar beneden? We zijn net op beneden! Oh, zo, dat was net op tijd, zeg je het? Haha, stomme koeien. Zo. Dat hebben jullie niet gezien. Huppakee. Kijk dan naar boven, glas. Dat is waarschijnlijk die secret. Voorzichtig hier. Glas. Nee! Yo! Dat was weer close. Tot nu toe goed. Oh, dit gaat wel aardig, joh. Ik zal me niet te hard zeggen. Voor mij zit er een gem. Ook hebben we geen diamant meer. Weten mensen nog hoeveel ik had? Ik had er voor mij een stuk of... Zo. Nou, hier. Conquer, you find a secret. It was hard. Het klopt inderdaad. Ik zit gewoon in de wolken. Zo, hoppakee. Ik vlieg gewoon een baan terug. Ik heb geen om te lopen. Nou, we hebben nog een klein stukje wat we moeten halen. Zet mijn game mode uit. Zo. Nee! Jump in the hole, graag. Hoppakee. En nu? Toen denk ik naar boven weer. Ja. Level 15. Boulder Dash. Kijk, dat is gewoon weer een leuk level. Kan ik slapen gelijk? Hoppakee. Ons bed is weer gezet. We zijn weer lekker op het land. Daar hou ik van. Dat vind ik veel leuker. Boulder Dash is ook weer een steen dat achter je aankomt. Steentje. Grote rok. Waarschijnlijk... Ja, daar is die steen daar. Ook de poortjes. Het gaat eigenlijk op snelheid, hè, dit. Kan je weer naar boven. Ja, daar hebben ze wel aan gedacht. Goed zo. Snel. Kunnen we daarin? Lijkt wel of het een secret is daar. Nou ja.
spannende muziek. En die bruine, dat zijn een soort van palen. En die, die zorgen ervoor dat... dat het naar beneden gaat als je erop komt. Het is wel grappig, zo'n bocht. Snel, de rots komt achter ons aan. We springen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen grote kinderen bij. Waarom zing ik Sinterklaasliedjes? Snel, de steen komt achter ons aan. We moeten rennen. Dat is best wel, dit kost heel veel moeite, zoiets hoor. Om zo'n parcours te maken. Hé, wat zag ik daar? Oh, ik dacht een kistje of zo. Hoppakee. Auw. Zo, ik kan er gewoon uitspringen. Auw. Oh my god. Vincent. Wat is er met jou? Oh, het is zo donker. Ik zie... Wat? Ik zag niet eens meer waar ik stond. Het is zo donker. Kan ik het niet even dag maken? Set time 0 of zo. Ik weet niet wat voor... Is dat dag? Ik doe het even dag, want ik zie echt helemaal niks. Even kijken. Set time 0? Nee. Set time de 4. Oh, ik heb mijn cheats niet aan of zo. Ik zie het wel vaagjes. Je ziet het heel... Nou ja, fuck it. We nemen gewoon de ladder hier. Jump. Oké, we moeten weer springen in het gat. Oké, we hebben gelijk weer een treinkaartje. Dan kunnen we weer wat verder, hè? Want god, het is best wel pittig, joh. Oh, zo. Hey. Hey. Oké. We gaan door een soort van... Ik weet niet wat die heb gemaakt, maar we gaan weer met een achtbaankarretje, een treintje. Dat is altijd leuk. Allemaal lava. Zo, op lava. Wee. Oh, wel details heeft hij er wel in gedaan. Oeh, lek. Lek. Er zijn iets te veel programma's aan op mijn computer, geloof ik. Maar dat hoort niet, hè, computertje. Je hoort een beetje normaal te reageren. Moment, ik sluit even wat programma's. Zo. En nu? Oké. Okay. Crasht gewoon. Crash, snap je hem? Oké, okay, het volgende level is... Koala Kong, dat is de baas. Koala Kong is de baas. Dat is echt geniaal hoe ze dit hebben gemaakt. Even kijken. Oh, kijk nou, ja, dat is dat. Ja, dat is de bonsteen. Hij gooit van TNT's, gooit hij naar je toe. Maar ik zie daar, daar kom ik vandaan, toch of niet? Voor mij kan je niet zoveel doen. Dat is wel gaaf gedaan, echt heel gaaf. Maar dat is wel, ik zie wel een ladder daar. Staat daar, jump in the car. Nee, we gaan daar kijken wat die ladder inhoudt daar zo. Volgens mij is er een secret. Oh, verbinding lag. Even kijken, kunnen we hier op? Ja, een ladder. Ik ben benieuwd, want... Kunnen we nog hier? Ja, hier kunnen we ook op jumpen zo. Kijk wat hij heeft gemaakt hier, hoor. Oh, een trappetje. Oh joh. Gaat helemaal boven hem langs of zo. Oh, wauw. Oh, dat is al vet gedaan, joh. You find a secret. Nou, we hebben toch nog twee diamanten gevonden. Ik denk totaal dat we er 10 hebben. Of 8. Nou, één van die dingen totaal. Laat het karretje zitten. We hebben de baas zogenaamd verslagen. Ik denk dat lava, mijn PC vindt dat gewoon niet fijn. Hey. Oh, wow. Eindelijk iets bewegends in de map. Wow. De fabrieken. We gaan natuurlijk naar de derde... Ja, ik snap het. We gaan naar de derde wereld. Kijk, dat is hier zo. Ja. Wauw, mooi oranje. Wat gebeurt er? Het gaat zo snel. Oké. Okay. Level 17. Heavy Machine. Dit ken ik wel, Heavy Machine. Dat is een leuk level. Nou ja, in... It's a miracle. I'm alive. Was niet de bedoeling. Oh, niet de bedoeling om te vallen, maar we doen het toch. Oh, dat is wel leuk gedaan met dat boom. Boomzooi. Skippen die level zo snel. Hey.
Wat is dat dan? Ik wil weten wat dat is. Die hendel. Zullen we even naartoe gaan? Ik weet niet wat er gebeurt. En als het goed is, kunnen we dan nu naar boven toe. Moeten we helemaal naar boven toe. En kunnen we dan, daarboven is dan zeg maar het einde van het level. Het is heel raar, het level is namelijk zo dat je valt eerst naar beneden. Of je gaat eerst een weg banen naar beneden. En dan op een gegeven moment moet je weer helemaal omhoog. Ja, zo gaat dat. Zit er boven? Zijn we helemaal boven hier, ja? Oké, je kan gewoon op de ladders staan, zogenaamd. Ja, je kan dat ook gewoon doen. En dan moeten we daarheen, zag ik. Kom op, kom op. Kom op. You have to jump in the hole. Oké, daar gaan we. Zo, spacend is dat. Oh, dan krijgen we dat weer. Zo van 10 minuten lang. Zo, dat is wel groot, joh. Moet je kijken. Jeetje. Het ziet ook heel apart uit op de X. Oh, dit is jammer. Oké, we zijn er bijna doorheen en... Ja, eindelijk. Ik wil slapen, maar gaat niet. Dus als ik dood ben, ben ik te lul. Level 10, Cortex Power. Vet. Cortex Power is ook een heel vet level. Oh, eindelijk. Ze hebben gebruik gemaakt van deuren. Dat is gaaf. Ik zie alleen geen fuck. Oh ja, dat groen is een soort toxic. Toxic. Oh ja, kan je twee kanten uit. Ik weet dat rechts dat je dan gaat naar de... Ja joh, vet gedaan joh. Het groen is toxic. Is gewoon dat gif, dat spul. En hier is dat goed. Dus ga je nu naar de secret room. En in dat rode mag je niet staan. Hallo? Hier heb je een gem. Daar moet je een gem hebben. Maar ik zie gewoon helemaal niks. Kunnen we er doorheen? Ja, ik zie echt amper wat. Mijn brightness staat echt hoog hoor. Het staat gewoon op zijn hoogst. Het is gewoon pikken donker hier. Daar kun je ook zeg maar een soort van kant op. Auw, groen mag niet aanraken. Ja, ik ben echt een beetje stil van dit. Het klopt ook echt allemaal mooi joh. Hier is het einde ja. Vet, vet, vet. Alleen dit ken ik niet herinneren natuurlijk. Maar ja, je gaat natuurlijk naar een ander soort level. Oh, kijk dat lava joh daar. Oh, oké. Ik weet niet. Ik denk dat we lopen naar dat nieuwe stuk gebied. Oh, een bed. Ja, je kan niet slapen, dus ik ben gewoon een lul. Ik heb wel 2 dirt en 2 diamond. Hey. Haal dat maar eens in. Level 19, toxic waste. Dat is vet. Dat zijn soort tonnetjes. Tonnetjes rollen naar beneden. En... Auw. Auw. Auw! Ik zit gewoon vast! Kunnen we ook niet vallen. En dan komen de tonnetjes. En als ze dan dung 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 donderen, dan moet je snel zo aan de zijkant. Kan je dan staan. Voor mij zijn die gele dingetjes zijn de tonnetjes. Ja, ik zie het al. En hier staat dan een mannetje aan het einde. En die gooit ze dan, die tonnetjes. Oh, dit klopt ook wel. Want hier stonden, dit zijn dan 2 doosjes. Oh, dan moet hij die doos voorstellen, joh. En dan ging je hier die appeltjes uithalen. Oh, wat gaaf. En op het einde was er een hele moeilijke... Ja, een hele moeilijke jump. Of dan moest je heel snel voortmaken om het te halen. Oké, dat zijn die tonnetjes. Ah, dit is echt heel gaaf gedaan hoor. Echt heel vet. Je gaat natuurlijk steeds hoger. Het zijn echt verdiepingen die omhoog gaat. En ik denk dat we dadelijk dan uitkomen bij een hoog punt. Het hoogtepunt. TNT! Jij mag daar niet zijn, TNT. Ik vernietig jou. Kijk, dit stuk. Dat is altijd best wel pittig. Voor mij is het hier bijna op het einde hoor. Ja, dit was voor mij een van de laatste... Kijk, die tonnetjes zweven ook in de lucht. Ja, die moet je dan kapot maken, die houtstukjes. Hier, zweeft er eentje in de lucht. Ja, daar is het einde. Geniaal, echt complimenten. Echt complimenten, dit is zo vet. Jump in the hole. Oh, we worden meegenomen. En als het goed is, krijgen we dadelijk de baas. Pinestripe Potteroo. In een soort van... Een glazen muren wand
En daarachter zie je dan Toxic. En dan is het een soort huisje. Of het is het nog niet hoor. Het kan ook zijn dat ik pijnstrijp. Ik heb het gewoon goed nu. Geniaal. Ik kan nog herinneren. Ja hoor. Oh, wat vet. Ja, ja. Kijk, dat is pijnstrijp. En dat zijn dan die wapenschoten. Of die geweerschoten of zo. Die kogels. En dan hier was een stoel inderdaad. En dan kon je achter staan zo. Want dan ging je niet dood. Als je dan werd geraakt door die... Oh shit, ik zit in een schot. Oh, ik word geraakt door Matrix. Vet man, hebben we hier nog een secret? Even kijken hoor. Je weet niet, misschien zie je wel iets van een geheimpie. Maar dit is al heel vet gedaan. Echt heel vet. Ook details en zo, wat ze allemaal niet erin hebben gedaan. Echt vet. Kunnen we slapen? Nee, we kunnen steeds niet slapen. Jammer jongens. Nou, dan nemen we de buitenkant. En dan gaan we... Oh, daar was dat rot level. Oh nee, ik bedoel natuurlijk dat hele leuke level. Shit, ja, dan vergat ik. Je hebt twee levels. De high road. Je hebt twee levels die ik zo verschrikkelijk leuk vind om te spelen. Oh, dan gaan we weer. Wel vet. Ik vind het heel vet. Dan ben ik serieus. Hierna krijg je weer een Lost Ruins. Ruines level ruins. Is dat wel een woord? We gaan het gewoon weer proberen. Nee! Zo! Ik ben snel. Ik hou mijn game ook gewoon aan, mensen. Als ik dan val, dan hoef ik niet elke keer zo spastisch te doen. Moe. Apart zeg, dat ding. Voor mij is dat ijs... Ik weet niet of dat ijs er ook in het echt is. Maar die groene dingen zijn dan een soort van schildpadden. Dat weet ik nog wel. Hou je niet. Hoe kan je dit halen, dames en heren? Hoe kan je dit halen? Moet je dan... Kijk, je glijdt uit, dus je hebt haast geen snelheid. Oh, het lukt wel. Sorry. Oh, en daar moet je dan via de schildpad moet je dan... Ja, het is netjes. Het is echt wel lastig, hoor, dit. We hebben ook niet gezegd dat het makkelijk was, Vincent. Ah! Ik doe het maar even zo op deze manier, mensen. Want anders... dit gaat echt lang duren, joh. Hup, kijk, we vliegen gewoon eroverheen. God, jezus, man. Vincent, kom op. Even speed. Even speedje maken, joh. Je verliest gewoon speed, hè, zeg je het? Dat is ook een smerige. Oh! Het wordt weer nacht. Dat betekent, zodra we een bedje hebben gevonden, kunnen we een tukje doen. Oh, zag je die jump? Impossible. Oh, die was ook impossible. Ga je op die dingen springen, huppakee. Ik vind het allemaal wel goed. Ik vind het zo'n verschrikkelijk KUT level. Ook in de echte Crash hoor. In Minecraft en in Crash. Dus hij heeft het heel netjes realistisch gedaan. Jump in the train, then hit the lever. Laten we dat doen en laten we... Nee! Ja! Zo, hey. Op tijd nog die appeltjes. We zitten onder water, hè? Oh, oké. We hebben onder water gebouwd. Wat een klerenwerk. Dan ben ik er serieus. Dat is het meest vervelende wat er is, onder water bouwen. Hij heeft natuurlijk ook geen wildheid gebruikt, denk ik hoor. Of hij moet hem natuurlijk in multiplayer hebben gemaakt en dan... Ja, dan zou het wel kunnen. Als hij een multiplayer maakt en dan zet hem over naar singleplayer, dan zou het kunnen. Maar ik weet niet, voor mij... Het zou wel gekke werk zijn, denk ik hoor. Level 22, Misery Climb. Is ook gewoon een vervelend level, maar dat krijg je nu in de laatste levels van Crash Bandicoot. Krijg je gewoon een beetje vervelende levels. Maar dit doen we dan zeker in de laatste episode. Ik ga gewoon in de volgende episode ronden gewoon al die levels af. Zien we de finale. En dan gaan we gewoon door met custom maps die ik dan... misschien hebben jullie wel een map die jullie aanraden. Vergeet niet te commenten en dan zal ik ze ook eens proberen. En als ze leuk zijn, dan zal ik ze zeker opnemen. Vond je een leuk filmpje? Geef een groen duimpje. Het zou leuk zijn als jullie willen abonneren. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe DaVinci Pro met custom maps in Minecraft. Oké, tot later.